Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag zijn we aangekomen bij een van de laatste kerst DIY video's. Dus ik heb er heel veel zin om mee aan de slag te gaan. Want ik had al een beetje laten zien in de vorige vlog waar we mee aan de slag zouden gaan. Namelijk dit hele leuke industriële hertje. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Meer dan 60% van de kijkers is niet geabonneerd. Daarvoor zorg jij dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Het abonneren is ook echt helemaal gratis. Het enige is dat je te zien krijgt welke video's ik maak. Dus als er weer een nieuwe video is, dan komt het op je tijdlijn te staan. Dus dat is natuurlijk ook gewoon super leuk voor jullie, want dan mis je niks. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want het geld echt op is op. Daarnaast gaan we ook nog even alle voorraad checken van wat er nog is van de vorige video's. Dus mocht er nog wat over zijn van de vorige kerstvideo's die al uitverkocht waren, dan kun je nu ook kijken of er misschien nog iets voor jou tussen zit. En dat is natuurlijk super leuk, want er was heel veel vraag naar en of er nog iets terug kon komen. Maar we hebben echt alle voorraad die er was ingekocht. We gaan gauw aan de slag. En zoals je ziet heb ik een heel mooi hertje voor me waar we mee aan de slag kunnen gaan. We gaan het vandaag een beetje zo opmaken dat je hem na de kerst ook nog even kan laten staan. Want dat is natuurlijk gewoon heel erg leuk. Want dat willen we natuurlijk. We gaan alweer richting de kerst en dat is lang houdbaar. En we gaan hem natuurlijk op een iets apartere manier opmaken. Eerst gaan we de rondjes vullen met oase. Het zijn dus kleine stukjes rondjes, kleine stukjes oase. Maar we zijn nog niet heel veel nodig, dus dat scheelt. Dus die vullen we eventjes en dan kunnen we gaan beginnen met steken. Hou er rekening mee dat nu eerst je aan het steken bent, dat hij nog iets kan gaan lekken. Gaan we de bovenkant iets bekleden met mos. Bolmos gebruik ik daarvoor. Is hij nou net zo dik, dan kun je de onderkant er even afhalen. De zijkant laten we dus op dit moment nog vrij. En die zetten we even vast met een klein krammetje. Hoe schattig is deze al? Ik vind dit zo leuk. Ik ben er zo enthousiast over. En dan heb ik ook wat takjes. Heel leuk dat natuurlijke. We moeten hem natuurlijk een mooi lijfje geven. En deze zetten we er ook bij tussen. Maar ik zorg dat het niet te breed uitwerkt. Dus we laten het lijfje, laat maar zeggen, wat smaller. En ook dit zet ik vast met een krammetje. Dan heb ik een dennenappel en die zet ik erbij tussen aan beide kanten. Je kan hem vastzetten, maar je kan hem er ook gewoon tussen het mos steunen. Als je hem niet gaat voeren is dat gewoon prima. En nog een klein beetje glitter, die kan je er na de kerst eventueel uithalen als je dat wil. Een glitterster. Op de mosjes. Kijk hoe leuk dit al is. Heel neutraal ook. Dus dat is natuurlijk super leuk. Nou, en dan gaan we hem eventjes speciaal maken. Zoals je ziet hebben we dan echt al een hele leuke basis. Heel neutraal. Een klein glittertje die je na kerst eventueel uit kan halen. Maar wat natuurlijk ook nog gewoon super leuk is. En nu gaan we hem speciaal maken. En dat gaan we doen door middel van berengras. Daar gaan we echt mee spelen en ook diepte creëren in het lijfje van het rendiertje. We steken eerst aan de zijkant helemaal vol met berengras. En dat doen we aan beide kanten. En dat doen we helemaal onderaan tegen het ijzertje aan. En dat doe je helemaal vol.
steek daarbij het berengras eigenlijk op de kop. Omdat we hem straks gaan bolwerken. Dus dan kijk je naar de mooie kant als je hem buigt. Als je dat hebt gedaan, gaan we nog even de rest van de oase wegwerken met een beetje mos. Dan is het tijd om het lijfje klaar te maken en diepte te brengen in het stuk. Dit gaan we doen door het berengras te buigen eroverheen en weer vast te zetten. Daardoor krijg je diepte, kan je nog net mooi hierin kijken. En kan je daarmee het rendeertje echt helemaal afmaken. Straks is het ook nog leuk om eventueel lampjes toe te voegen om het helemaal af te maken. Dit kan je alvast doen door het in het midden te doen, maar straks ook om er omheen te wikkelen. Dat is net wat je zelf het leukst vindt. Dus daarmee gaan we hem helemaal afmaken. Je buigt van de ene kant en dan doe je de andere kant en je zet hem dan elke keer vast met krammetjes. Zoals je ziet krijgt hij nou echt vorm. Wat we nog even gaan doen is eventjes de krammetjes, als je hem op gewenste hoogte hebt, in ieder geval het berengras, als je het berengras op gewenste hoogte hebt, kan je even de krammetjes aandrukken zodat het goed vast zit en het daardoor niet meer losgaat, want anders kan het zijn dat hij iets omhoog schiet. En dan kan je het overige gras afknippen of je kan hem nog eens een keer weer rondomheen laten gaan en weer vastzetten. Ik ga hem nu afknippen op lengte, zodat het... helemaal mooi van onder afgewerkt is en je weer diepte krijgt van onder. Dan gaan we nog even lampjes toevoegen. Tenminste, dit is een extra optie wat je zou kunnen doen. Wat natuurlijk wel super gezellig is. Ik vind dit heel leuk, want dan maakt hem net eventjes af. Je kan het natuurlijk ook gewoon alleen om het staal doen. Het strakke, laat maar zeggen. Maar ik vind het leuk om net eventjes dat gras te accentueren. En hem daarmee helemaal af te maken. En je kan natuurlijk kerstballetjes en dat soort dingen zelf toevoegen wat je zelf leuk vindt. Maar op deze manier heb je een leuke basis. En dat is ook nog super leuk voor na de kerst. Dus dat is leuk. Kan je hem extra lang laten staan. En je kan natuurlijk als je op een gegeven moment denkt van ik wil het glitter, de kerstballetjes eruit. Kan je dat natuurlijk gewoon vervangen. En hoe leuk is dan dit hertje, jongens. Kijk dan, dit is toch helemaal geweldig. Heel apart. Het industriële komt heel goed terug. Het past in ieder interieur, dus dat is ook heel leuk. En natuurlijk ook super leuk om bijvoorbeeld met kerst cadeau te geven. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemisten.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Wees er echt snel bij, want op is op. Dan hoop ik dat jullie het weer heel erg leuk vonden. Je kan eventueel een gewenste datum aangeven, dus zeg je van ik wil hem graag volgende week ontvangen, dan kan dat ook. Hou er wel rekening mee dat het wat drukker is bij de post, dus bestel hem dan op tijd. Goed, dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en dan zie je mij de volgende keer weer.